De hekken rondom de Prinsentuin zijn weer weg en vanaf deze week kan dus iedereen het park weer in- en uitlopen. En daar zijn de bezoekers blij mee. Ja, ik vind het nu wel beter, want dan kan ik ook tot wat later in het park zitten. En het ziet er ook wat leuker uit als je er langs rijdt en zo. Want toen ik in de bus er langs reed, was het altijd een beetje een rare bende met alle hekken. En nu ziet het er een stuk vrolijker en opener uit. Hoe zat je vaak s'avonds in het park hier? Ja, dan gingen we een drankje doen en dan als het mooi weer was in de zomer, een beetje picknicken en zo, zat ik hier wel wekelijks. Ik vind het jammer dat het nodig was. Dat is eigenlijk mijn mening. En ik hoop dat het voorlopig ook niet meer nodig zal zijn. De hekken zijn weg, wat vind je daarvan? Ja, beter, denk ik, ja. Het ziet er in ieder geval een stuk beter uit zo. Ja, veel gezelliger. Ja, maar dat was niet gezellig? Nou, er waren wel veel mensen in de Prinsentuin, ook met corona en zo. Ik zag wel vaak groepjes zitten. Dacht ik, ja, volgens mij moeten we nog een beetje afstand houden. Maar het is fijn dat het nu weer kan, dus ik ben blij dat het weg is. Ja. De gemeente laat in een schriftelijke reactie weten dat de hekken zijn verwijderd omdat afgelopen zaterdag, 25 september, de coronamaatregelen zijn versoepeld. Daarnaast breekt er ook een ander weertype aan. Het wordt herfst en daardoor is zitten in het park minder aantrekkelijk. De afgelopen periode hebben de hekken wel nut gehad volgens de gemeente tijdens de toen geldende coronamaatregelen. En of de hekken weer terugkomen als de besmettingen oplopen, is nog niet duidelijk.